Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik begon mijn dag met een appelbinje in een oliebol. En ja, eigenlijk ging ik daarna naar de studio van Mick's werk. Daar ging ik aan school en Mick ging daar produceren. Hij is bezig met nieuwe muziek. En ja, deze maandag was eigenlijk niet zo heel denderend. Ik heb daar een beetje gewerkt. Ik heb niet zo heel veel gevlogd. De volgende dag had ik een nagelafspraak. En ja, vanaf de dag hierna wordt het gewoon wat leuker om te kijken. Ik ben hier buiten. Het is vandaag dinsdag en ik ga even mijn nagels doen. Ik heb een redboeletje meegenomen, dus ik ga nu onderweg. En ik ben in Heemstede op dit moment. Ik kom net terug van mijn nagels en ik ben nu bij Jade, want wij gaan even naar de zonnebank. En Kim kan het wel echt heel goed hoor. Elke keer voel ik me helemaal weer gewoon of ik de wereld aan kan. Zeg eens gedag, Loetje. Wat doet? Wie is dat? De tanden. Wie is dat? Kom maar kijken. Waar gaat Jade nou naartoe? Ja. Ja. Je staat nu wel met je wips naar de camera toe. Kijk. Je mag het eigenlijk niet. Laat zien wat je kan. Nee, niet tegen me op. Spring. Die van net was echt heel mooi. Een mooi plaatje van Luther. Ik heb trouwens, dit zijn mijn nagels. Ik weet niet of het scherpste had. Ik laat het straks wel zien. Maar er zit dus glitter in. En ik had dus van Kim een tasje gekregen. Wacht, ik ga het er even uithalen. Kijk, ik heb dus dit nagellakje gekregen. Deze handcreme, deze vel. En dit is haar kaartje. Dit is haar kaartje. Ze zit in Heemstede. Ze doet echt heel goed nagels. Hoi jongens. Kennen jullie iemand die vrachtwagen kan rijden? Ik wel. Nee, heb je er. Maar wie zit nu op het paard dan? In de... Oh, oké. Okay. De vriend van Katie. En ik geef Katie zijn vrachtles. En zij de highlight ook op het paard. Oké. Okay. Nou, dan gaan we nu het paard. Waar zitten zij dan hier? Ja, een beetje naast me. Oké. Nou, het paard is er zo in. Ja. Maar één paard kan je toch vervoeren? Twee. Oh, dat is best wel cool. Dat is ook een mooie paardjes. Zo leuk. Nou, wij zijn nu even in de zonnebank en ja, dit was alweer een misdaad. Hi guys, het is vandaag donderdag. Ik ben me even aan het klaarmaken voor een etentje in het Hilton. Het is met Mick's werk, dus ik ga me even klaarmaken en dan ga ik mijn outfit ook gelijk laten zien. En ik heb een beetje haast, dus ik moet opschieten. Ik heb mezelf even klaargemaakt. Ik heb dit zwarte jurkje aan. Ik twijfelde of ik parels erbij zou doen en een parelketting. Maar Mick zei, ik ga maar voor deze, want het is kerst. En ik zal even laten zien. Ik heb deze erbij aan. En dit is het jurkje, gewoon een zwart jurkje. En ik had net een gat in mijn jurk. En ik moest wel lachen, want vroeger, voordat we naar school gingen, leerden we altijd rekenen en spellen en lezen bij mijn oma. Maar... ze leerde mij dus ook borduren en naaien. En vroeger had ik daar echt een hekel aan omdat ik het saai vond. Maar ik had dus nu een gat in mijn jurk. En ik was zo blij op dat moment dat ze me dat geleerd had. Dat ik gewoon dat jurkje even snel dicht kon naaien. Dus ja, fun story. Nou, dit is hem. Er gaat een blazer overheen. Die zit in de droger. Geen stabiel plan, want ik moet zo meteen weg. Dus hopen dat hij droog is. Anders heb ik er nog eentje extra liggen. Van mijn oma ook toevallig. En ik twijfelde dus wel heel erg, want... Ik weet niet, ik draag nooit zulke heftige oorbellen. Maar bij die hakken staan het wel leuk. Dus ja. Ik, die drankjes van ons twee, die bestel ik nu gewoon voor 20 minuten. Oh, dan hebben we eigenlijk al een hele date voor zo. Ja, leuk hè. Nee, gezellig.
Hebben jullie het ook gedaan? Dat je een vriend hebt die gelijk op de telefoon zit? Ik pak zelf mijn vriend op zijn telefoon zitten. Kijk, doe een duimpje omhoog als je... Plaatst. Welke vriend? Ik ken je niet. Wat zit je nou waar te doen? Ik zeg toch mijn vriendin, ik zit te kijken wat verstond mijn vriendin. Oh, ik dacht het. Selectief verhoren. Dankjewel. Hi guys, het is vandaag alweer vrijdag. En vandaag hebben we ook weer een flinke planning. Want ik ga zo meteen met Jade even naar Hoofddorp of naar Haarlem. Een van de twee. We gaan even shoppen en cadeautjes halen. Vanavond eten we samen met de opa van Mick, van zijn vaders kant. En gisteren hadden we natuurlijk het dinertje van Mick's werk in het Hilton. Dat was heel erg leuk. We zijn toen ook even in Lumière geweest. Dat was vroeger de Sky Lounge. Super mooi geworden met echt een soort van wolkendak. En nou, het was gewoon een hele gezellige avond. Niet te laat thuisgekomen, dus dat is ook altijd fijn. Mick is nu werken. En ik wilde eigenlijk iets vertellen, want waar ik eigenlijk best wel blij mee ben. Ik heb afgelopen week mijn probleuse gehaald. Het was nog best wel een gedoe eerst, want ik was ziek geweest op de dag van de deadline. Waardoor het een herkansing is geworden en ik lag in het ziekenhuis en dit en dit en dat. Nou, ik kreeg geen zeg maar uitstel of extra kans van de examencommissie. Want ja, blijkbaar als je ziek bent is dat je eigen probleem en zeker als je in het ziekenhuis ligt. Maar goed, ik heb het alsnog gehaald, dus ik heb een propedeuse, ik ben super blij. Alleen de weg ernaartoe was gewoon, ja, heel erg chaotisch. En ik vind echt, voor hoeveel je geld, voor het bedrag wat je betaalt aan school, en zeg maar de omstandigheden die dan in mijn geval aan bod waren gekomen, dat ze je dan compleet eigenlijk niet helpen. En dat vind ik best wel jammer om te zien. Want ja, dat als iemand in het ziekenhuis ligt, dan kan diegene daar niet echt wat aan doen op dat moment. Dus ik vond het jammer dat dat zo gegaan is en dat ze eigenlijk daar niks mee doen. Terwijl ik heb wel een andere omstandigheden gehoord. En dat is dan... Nou ja. Het was eigenlijk gewoon van... Want ik zei tegen de desbetreffende persoon van... Ja, ik ga mijn peso niet halen. En dat is wel gewoon een groot probleem. En toen zei die persoon, zei tegen mij van ja, maar ik heb naar die cijfers gekeken en naar wat ze gezegd hebben. En je hebt positief binnen het studieadvies. Dus ja, je moet dan even kijken wanneer je P haalt met je mentor. En ik had echt zoiets van, iedereen wil toch gewoon gelijk zijn P halen. Wat is dat voor haar? Dat zou je dan toch alleen maar moeten sporten dat iemand dat gelijk haalt. En zeker als iemand er zeg maar in het ziekenhuis lag op de deadline. Ik vond het zo raar. Ik vond het zo raar. En dan betaal je ook nog zoveel geld aan school en dan wordt er zo mee omgegaan. Ik vond het echt serieus. Ik kan er echt boos om worden. Gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Ik heb het gehaald. Dat is het belangrijkste. Maar het feit dat de persoon die dat allemaal regelt voor studenten en studenten moet helpen, gezegd heeft ook tegen mij van ja, vorig jaar deden ze de herkansing, want voor mij, nou, ik uitleggen van ik heb in het ziekenhuis gelegen. Dat betekent nu dat ik en, want dit was ook nog een dingetje. Ik was dus niet ingeschreven voor het tweede blok. Terwijl voor de zomervakantie zorg je ervoor dat je voor jaar 2 al je blokken hebt uitgekozen en daarvoor in hebt geschreven. En dat heb ik gedaan. Want uiteraard heb ik ook het eerste blok gevolgd. Dus dat betekent dat ik ook ingeschreven stond voor het eerste blok. En het tweede blok, en het derde blok, en het vierde blok. Nou, dat was een gezeik om te kunnen instromen met een klas waarvan ik 2 weken les heb gemist. Terwijl wat oude klasgenoten van mij zaten erin. Die zeiden van, ja joh, kom gewoon lekker bij ons. We helpen je. Mijn docenten daarvan waren prima. Maar volgens de school
had ik het en zelf gedaan. En het was allemaal een probleem, want dat kon niet zomaar. En dit en dat. Dus toen heb ik een mail gezegd van, ja, jullie hebben een fout gemaakt. Niet ik. Ik ga hier niet de dupe van zijn. Dus er moet gewoon voor worden gezorgd dat ik kan instromen. Alles is oké. Wat is nou het probleem? Nou, eindelijk ingestroomd. Toen had ik met mijn studentendecaan besproken van, ja, ik ben ziek geweest, weet je wel. Ik heb in het ziekenhuis gelegen. Ik heb nu blok 2 wat ik moet inhalen, waar ik een inhaalslag moest doen. Ik moest ook een vervangende opdracht doen daarvoor. Ik heb mijn stage voor blok 3 die ik moet voorbereiden. En ik heb de herkansing die ik moet doen. Een herkansing en een mondeling. Ik zeg, dat is voor één tijdsperiode is dat best wel veel. Toen zei ze van ja, en er zijn meerdere studenten die hier tegenaan lopen. Want vorig jaar was het was de herkansing verschoven naar januari. Omdat ja, mensen het gewoon niet hadden. Omdat je moet ook nog aan blok 2 zitten dan. Dan denk ik bij mezelf. En dan is dit jaar is het weer een probleem. Want ze zei dat weer allemaal studenten kwamen klagen. Dan verander je dat toch automatisch naar januari. Als je daarmee je studenten kan helpen. Ik snap het echt niet. Ik snap het echt niet. Het lijkt wel soms gewoon alsof ze ons niet willen helpen. En nou, goed, nu moet ik alsnog, ik heb mijn propedeuse heb ik gehaald, waar ik heel blij mee ben. Maar nu moet ik alsnog wel gewoon aan de slag voor blok 2 in mijn stage. Maar het was mijn gedoe en ik dacht echt, als ik het niet haal, want het betekent dat dit was mijn eerste kans, dat mijn herkansing is me gewoon ontnomen, omdat ik, ja, die nierbekontsteking kreeg. En toen vonden zij dat niet geldig genoeg om een herkansing of een extra kans aan te bieden. Dan had ik heel veel achterstand gehad. En dan had ik echt, dan was mijn studiecarrière nog langer geweest. Want in principe heb ik nu al een blok moeten inhalen. Het was even echt, ik wil er niet negatief over doen, maar ik dacht echt bij mezelf, kom op, help gewoon iemand. Maar goed, nu is mijn stress eruit. Nu weten jullie dit. Maar goed, verder vind ik het wel heel leuk om naar school te gaan en lessen te volgen. Het is heel leuk. Ik vind het in ieder geval heel leuk. Ik ben blij dat ik het doe. Maar het was gewoon even echt een stressvolle periode. En ik, zonder grap, ik droomde letterlijk over school. Hè. Ik droomde gewoon elke keer dat ik mijn herkansing niet haalde en dat soort dingen. En dat heeft onbewust, slaat die stress wel op je lichaam, denk ik. Dus het was een beetje een gedoe. Maar we zijn er. Ik zie er vandaag ook weer fantastisch moe uit. Maar goed. Ja, ik ga me even klaarmaken. Ik zal zo meteen even laten zien. Kijk, hier staat alle drinken. We hebben lekker fristie. We hebben ijstie. En dit is Lipton Peach. We hebben Fanta Exotic Cola. En dubbel fris. En watertjes. Super lekker. Ik heb mijn UGST even schoongemaakt. Want ja, die kan je elke keer schoonmaken als je in de regen ben geweest. Ik ga heel even kijken waar van die jaren. Ik ga er even bellen. Ik heb echt van die kleine oogjes en wallen. Hallo, ik ben klaar. Wat wil je gaan, zeg maar, hoe wil je het? Zeg maar, ik hoef maar even. Is de outfit, de trui is van H&M, broek is die splitbroek van de Zara, tas is van X. Ik dacht, ik doe lekker gewoon een glittertas erbij aan, nu het nog kan. En mijn UX gaan echt, ze hebben echt wat te verduren. Ik heb ze net schoongemaakt. Ik heb het idee dat ik gewoon echt die vacht aan het weghalen ben elke keer. Maar goed. Misschien toch maar even die platforms gaan kopen. Ik had dus gehoord dat ze in een mall te krijgen waren van Leidschendam. Dus ik ga misschien even kijken of ze daar hebben. Nou jongens, wij zitten... Oh. Ik denk daar wel, ja. Ja, wij zitten lekker in de auto. Gaan we naar Hoofddorp. Ja, ik kan gewoon niet in orde. Heel prima. En die heeft die hele collectie. Oh, inderdaad. Welke? Die op TikTok hier precies. Way Sugar? Ja. Ja, natuurlijk. Nou, wij gaan lekker onderweg. Ik heb echt zo'n raar stukje haar hier. Want scheiding zit gewoon verkeerd. Mijn haar moet zwaar gewassen worden. Ik moet echt voordat we zo meteen gaan omkleden. Oh, sorry. Ik moet mijn haar ook eigenlijk wassen, maar ik heb er eigenlijk geen zin in. Ik kan het ziet er nog altijd echt een keer. Dus ik wil die dag haar laten.
Oh ja, dan moet je het dan zeker. Ja. Sorry, maar kijk, nou staan die zaren. Nee joh, gek. Ja. Nou jongens, we zijn hier bij Jaren en mijn haar zit nog even in de roller. Moet ik even afkoelen. En dit is wat ik aan heb. Ja, dat vind ik dat ik eruit zie als ik naar kantoor ga. Ik heb nog een glitterbroek aan, maar ik vind het gewoon niet leuk staan bij elkaar. Nee. Even heel snel een outfit check, maar ik heb dus dit groene topje aan van de Zara. Broek Massimo Dutti, hakken Zara in dezelfde kleur. Volgens mij is die vies. En ik heb er een glittertasje bij. En ja, het ziet er ook echt heel cute uit. Laat dat zien. Ik vind mezelf net een of andere rokje. Nee, het ziet er echt heel leuk uit. Dat rokje is heel schattig. Het rokje is wel echt heel leuk, ja. En die body is ook heel mooi. Oké, deze gaat weer. Kijk hoe cute met mijn sparkly. Leuk. Ja. Dit ken ik. Maar ik denk dat dan wel mijn hakken gaan. Ja, maar dan. Ik kan hier geen hakken onder, want dat heb ik niet. Ik heb geen dichte hakken. Alleen die tegels zijn al wel veel. Maar. Ja, gewoon in Amsterdam. Oh, ja. If I should die before I wait, it's 'cause you took my breath away. Oh, je ziet het niet zo heel erg. Yes, I can see ya. Cause every girl here wanna be ya. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a room and I don't believe her. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like the girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the words to describe this. Trajectcontrole 100 kilometer per. Yeah.
flitspaal rood en 50 km per uur. Jade en we gaan naar de verjaardag van Bo en daarna gaan we naar Wavy en daarna gaan we naar Venus City. Het wordt echt een hele lange dag en morgen hebben we kerstdiner, dus dat wordt wat. Oh. Nou, we zitten nog helemaal in onze kloffie, we moeten alles nog omkleden. Ik heb nog Philips pakken zelfs. Ja. Oh, dat is helemaal. Nee, ik heb ze meegenomen. Maar we gaan bij haar lunchen toch? Is het hier al? Ja. Oh. Ik wil zo'n spiegel, dit is toch het allerleukste. Nou, het is vandaag, hoe heet het, kerstavond. En we gaan zo bij de opa en oma van Mick eten. En ik heb dit jurkje aan, die heb ik gekregen van Mickey heel lang geleden. Echt een heel mooi jurkje, dus ik dacht misschien is het wel leuk om dit aan te doen voor vanavond. En de hakken zijn Zara en mijn glittertasje. En ik heb mijn haar gewoon een beetje zo gedaan. Nou, wij zijn weer terug. Is het hier donker ook? Oh, de kerstboom staat niet aan. Wij zijn terug van het eten bij de opa en oma. Van de vaders, nee, de moederskant van Mick. En we hebben echt, ik heb heel veel cadeautjes gekregen. Echt heel erg verwend. We hebben lekker gegeten en ik heb Mick als cadeau een PlayStation Portable gegeven. En kijk even hoe deze man erbij zit. Ik ga helemaal stuk, het lijkt me een klein jochie. Weet je hoe blij ik ben? Inside a snowflake. Wat is er? Weet je het al? Nee, het is echt een hele leuke film. Kijk nou. The Grinch. Ja. Yeah. The Grinch. Gaan die knakworstjes nog eten of niet? Way up in the mountains, in the high range of Pontoos, lay the small town of Whoville. Nou, goedemorgenmiddag. Het is vandaag eerste kerst en wij gaan zo naar de andere oma van Mick. En daar gaan we lunchen samen met hun familie. Ik heb deze boeien van de Zara aan. De blazers van de Zara. Het rokje is... weet ik eigenlijk niet. En mijn laarsjes. En deze tas. Of zal ik mijn zalige vertertas erbij aan doen, Mick? Nee. Ja. We moeten gaan, ze zijn er. Zin in. Lekker even gedoucht en een allesdouche gedaan. Dus lekker mijn haar gewassen, mijn lichaam gedaan. En ik had dus voor kerst gevraagd... dat G18 spul om haar te herstellen. Ik heb dat dus
na het wassen in mijn haar gedaan. Naartoe gesteld en het is zo lekker zacht. Dus het is echt een heel klein potje. Zo'n klein potje voor 30 euro is echt bizar. Maar het werkt wel volgens mij echt heel erg goed. Dus ik hou jullie daarvan op de hoogte. Ik heb ook lekker... Ik zal even laten zien wat ik voor cadeaus ik had gekregen. Dit is dus het shirt wat ik van de ouders van Mick heb gekregen. Ik heb echt mega veel van de ouders van Mick gekregen overigens. Echt bizar. Dit shirt van 94. En dan op de achterkant staat Friends Become Family. En dan heb ik een Yves Saint Laurent paletje gekregen. Het was dus zo dat... Dit Yves Saint Laurent paletje. Is dus gekocht. Ik zei tegen Mick, ja, ik ga deze kopen. Maar Mick wilde hem voor me kopen. Dus dat wist ik helemaal niet. Dus ik zei zo, we zaten zo in de trein. En toen zei Mick, ja, leuk hè dat ik dat palet voor je heb gekocht. Dus ik zei zo van, nee, ik heb dit gekocht. Toen zei hij, kijk maar op je rekening. Heb ik het van Mick gekregen. Super lief. Maar zijn vader had het dus ook voor mij gekocht. Dus echt niet normaal. En dan heb ik ook nog... Even kijken of die nog in het ligt. En ik heb ook nog deze gekregen. En dit is 50 ml. Dus dit is de grote. Super, super veel. Dit is dus dat K18. Het is echt nog kleiner. Kijk dan. Het is echt bizar. Maar het werkt goed. En van Jade heb ik deze super leuke mok gekregen voor van Blond Amsterdam voor onderweg. Dus het is ook echt heel schattig. En van Mick, jongens, heb ik dit mega schattige wacht even. Mick, waar had je dit ook weer? En toen had ik dit armbandje gekregen van Mick. En dit is de M van Mick en van Alexandra. Dat is echt goud, toch Mick? Zeker. Goedemorgen, het is op dit moment zondag en we gaan eventjes lekker ontbijten. Er zitten worstenbroodjes in de oven en de vader van Mick heeft dus lekker ontbijtje gebracht. En dan moeten we zo nog cadeautjes gaan halen. Morgen op deze prachtige tweede kerstdag. Wij gaan nog heel even de stad in, of het dorp in, om de laatste cadeautjes te kopen. Daar kom ik al aan. Ik weet niet of je me ziet. Ja. Zuur, hè? Niet doen. Ik vind je niet leuk. Omdat je geen kat mag? Nee. Oh. Wat is nou het hele erg als we een kat nemen? Er gebeurt niks. Je leven wordt gewoon een stuk leuker. Mick? Ik hou erover op, denk ik. Ik heb nog geen vraag. Is dat mijn telefoon? Nee, dat is voor mij. Moet ik je bellen? Ik heb niet zo'n chique hoesje als jij. Oestertjes. Ik heb jou de beste gegeven. Dacht je dat mijn moeder gedichten ging maken? Tuurlijk. Hey, je vader is er onwijs goed in. Echt? Oh, George kan misschien helpen dan. Lekker. Ja? Ook ben er heel slecht in. Ja, nee, ja, door de kinderen. Oh. En ik niet, maar jullie moeten het gezien. Wat heb jij hem al gekregen? Oh, oh my god, die zit dichtbij. Is dit dichtbij? Ja, je hebt een nieuwe Coco Chanel parfum. Heerlijk.